De werkzaamheden aan de Graafseweg in Nijmegen zijn afgerond, maar er is nu alweer kritiek. De stoepranden zijn volgens bewoners te hoog bij parkeergelegenheden voor auto's. In- en uitrijden zou gevaarlijk zijn en bovendien schade aan auto's kunnen veroorzaken. Omwonenden hebben daarom aan de bel getrokken bij de gemeente. Die gaat het probleem oplossen, maar wanneer is nog onduidelijk.